allemaal. Mijn naam is Marlon van Wissen. Ik geef regelmatig proefgerichte clinics. Ik ben trainercoach van dressuurruiters. Ik ben Grand Prix jurylid. Ik ben zelf ook nog actief op wedstrijden. En ik heb een vraag binnengekregen over waar let je nu op als ik een proef aan het jureren ben? Nou, dat is op verschillende dingen. En wat het makkelijkste wat ik jullie kan uitleggen is dat we vooral ook kijken naar de scala van de africhting. Of dat voor elkaar is in de proef. Nou, de scala van de africhting kun je dus gewoon vinden in je proevenboekje. Vandaar dat ik mijn proevenboekje in de hand heb. Want op bladzijde 12 staat gewoon de scala van de africhting. Kijk, en dan hebben ze het over de houding en zit. Hè. Dat is de uitgangssituatie, hè. Dat je een correcte houding en zit hebt. Tact, ontspanning, naargevelijkheid en aanleuning, impuls en zwoeng, rechtgerichtheid en verzameling. Daar zijn wij als juryleden zijn we alert op. Daar kijken wij naar en daar baseren we onze punten op. Dus heb je een goede takt en regelmaat? Ja, heeft je een paard een goed ritme? Is die ontspannen over de rug? Heeft die goede naargevelijkheid? Is de aanleuning voor elkaar? Is die mooi rechtgericht? Is die zwoeng? Heeft die zwoeng en impuls? En als het boven de M2 is, of vanaf de M2, sorry, dan moet je ook de verzameling laten zien. Hoe beter je dat voor elkaar hebt, hoe hoger de punten. Dus de scala van de africhting is gewoon de leidraad voor je proef. Dus heel belangrijk dat je dat goed kent. Dus kijk dat even na in je boekje. Oké. Heb je nog meer vragen? Dan kun je dat hieronder neerzetten. En wie weet ga ik jouw vraag beantwoorden. Heel veel succes!